Nathan Rooyen, bedankt om naar het kantoor te komen. Ja, alles om te helpen. Waar gaat het juist over? Aan de telefoon zei iets over Emiel Vaander? Ja, klopt. Wij hebben zijn zaak heropend naar aanleiding van enkele nieuwe leads. En wij hadden jou graag wat bijkomende vragen gesteld. 20 minuten geleden binnengebracht, enorm veel bloed verloren door een hersenbloeding. We moeten de hematoom ontlasten. Oké. Operatiekamer 2, toch? Hé, eindelijk. Waar ben je mee bezig, man? Ja, Louise. Nathan, wij zouden graag contact opnemen met jouw zusje Sanna. Wij hebben namelijk reden om te geloven dat zij gelogen heeft over het alibi van je vader in 1999. Nu heb ik één groot probleem. Ik vind haar nauwelijks terug. Ik kan ze niet traceren. Zij heeft geen enkele social media kanalen. Haar domicilieadres blijkt onbewoond. Ik ben ten einde raad. Je moet me helpen. Het is eigenlijk zo, ik weet niet juist hoe ik... Gast, zeg gewoon wat er is. Het is je pa. Je vader, hij heeft een hartaanval gehad. Dit is wel eng. Zeg aan. Hé, doe normaal, man. Dan riep je.